Het is dinsdagavond 21 juni, de avond voor de grote dag. De dag van de beklimming van de Tourmalet. De datum waar al die Willems al zo lang naar uit hebben gekeken. Vandaag een beetje een rustdag, maar nu zijn ze klaar voor de laatste warming-up voor morgen. Wij zijn er klaar voor, jullie zijn er klaar voor, ik zeg... Bonsoir, Team Westland! Team Westland slaat de handen in één, een lach omhoog, een traan vooruit. Team Westland helpt elkaar er doorheen, een kei omhoog, een doel vooruit. Een kei omhoog, een doel vooruit. Team Westland op de Tourmalet. Ja, spruiten op een man! Zo fijn dat uit jullie aan het begin, heerlijk. Hey, vandaag de rustdag, morgen de grote dag. Ik voel een klein beetje spanning in de zaal vanmorgen. Loop. Zijn jullie gespannen vanmorgen? Ja, best wel. Ja? Ja. Waar zie je het meest tegenop? We moeten heel hard aanmoedigen. Ja, en dat is ook belangrijk. Ja, en ja, ja. Kom maar open kijken. Dat gaat lukken, hè? Zeker. Hebben jullie een mooi slotlied voorbereid voor vandaag? Zeker. Absoluut. Ik ben erg benieuwd. Zometeen zien we jullie graag weer. Leuk. Maar eerst gaan we nog even de zaal in. Want het is tijd voor die welbekende Team Westland. Als ik in beeld kom, dan ga ik staan en dan geef ik een grote lach. En dan zeg ik wat leuks terug, Cam. En ik ben benieuwd bij wie Bob vandaag terechtkomt. Ja, spanning en sensatie. Mensen kijken de andere kant op. Ik zie Danny. Oh, kijk. Ik kijk niet deze kant op hoor, ik neem nog even een slok. En dan, ja je bent het wel! Ja! Oh, zo'n blik ben ik het echt, je mag gaan staan. Goedenavond. Goedenavond. Met wie hebben wij het genoegen? John Tangel. John Tangel. Heb jij vandaag een rustig gehad, John? Nee. Nee, wat heb je gedaan? Nou, het viel mee. We zijn met de blauwe groep mee geweest. Dus, Een soort warming-upje voor morgen. Ja. Ja. Hey, ik voel een beetje spanning in de zaal, is ook logisch. Ben jij gespannen voor morgen? Nou, gezonde spanning. Een gezonde spanning. Ja. Waar kijk je het meest naar uit? Ja, sowieso boven komen en het monument natuurlijk en een steentje. En dan uiteindelijk met elkaar het leven vieren. Ja. We gaan je bovenop wachten. Heel veel succes morgen en voor nu een hele fijne avond. John Tangel, dames en heren. Geef een groot applaus. En bij mij aan tafel vier gasten. Romee, Tim, Lois en Peet. Welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ja. Zijn jullie gespannen voor morgen? Ja, gezonde spanning. Gezonde spanning. Ja. Iemand die zegt, nou, heeft totaal geen spanning? Nee, ik heb wel. Ja, ik denk dat iedereen wel een beetje spanning heeft. Maar ik denk vooral heel veel zin, hè? Laat het morgen maar worden. Laten we maar wel lang naar uitkijken. Zeker weten. Ik ben zometeen erg benieuwd naar jullie verhaal. Maar eerst gaan we kijken hoe Alfons het vanochtend verging. Hij had niet één, niet twee, maar zelfs drie kandidaten voor Alfons Sportclubje. En dat zag er zo uit. Alfons Sportclubje. Hoe is het? Ja, de dames dekken. Goedemorgen. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Zijn jullie hier goed geslapen? Nou, we gaan wat moois doen en dan hebben jullie alleen maar mazzel bij als jullie fietsen. Nou. Je vliegt tegen die berg op na een sessie met sportschool. Hoe is het? Alfons, sorry dat ik je onderbreek, maar we hebben voor jou wat leuks bedacht vanochtend. Ja. Maar dan gaan we ons eerst even omkleden. We gaan ervoor. Nou, daar gaan we dan. Ja, rustig aan, meiden. Kom, hey. Een tijd geleden ook op zo'n fiets heb gezeten. Geen zadelpijn? Ah, nou ja, ik heb wel het idee... Ik heb wel het idee dat er iets raars aan het gebeuren is met me. Het zou me niet gek lijken ook dadelijk als juffrouw afstapt. Weet je ook hoe wij ons misschien morgen voelen? Zien jullie er tegenop? Nee, ja, het gaat gewoon lukken. Ja, het komt helemaal goed. Ja. Nou, ik moet wel zeggen dat dalen, dat ik daar niet meer echt naar uitkijk hoor, Alfons. Nee, jij hebt een schuiver gemaakt. Naar mijn schuivertje. Ja, schrik je dan niet het lazers, meid? Nou, het gaat best wel snel, dus daar heb je niet zoveel tijd voor. Ja, je hebt geen tijd om te schrikken. Zo. Nou, goed gedaan hoor. Nou, ik heb genoten. Wij ook, ja. Zeker. Even alles op zijn plek laten zakken. Ja, die broek is echt geen overbodige luxe. Nee, zeg dat wel. Alfons Sportclubje.
Alles zit gelukkig weer recht, ja, en dat op de dag voor de beklimming. Ik ben benieuwd bij wie die morgen belandt. Mooi verhaal, Alfons. Dank je wel ervoor. Ja, zijn naam is deze week ongemerkt toch eigenlijk al een aantal keer gevallen. En dat kan ook bijna niet anders, want het was een geliefde man met een hele grote vriendengroep. Ik heb het over Hans van Stekelenburg. Hij is op 5 januari begin dit jaar dus overleden. En ik vind het heel mooi en ook dapper dat jullie vanavond hier bij mij aan tafel zijn. Zijn kinderen, Romee, Tim en Lois en een van zijn vrienden, Peet. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Ja, eigenlijk had een van deze stoelen misschien wel voor Hans moeten zijn. Want hoe graag had hij hierbij willen zijn? Ja, ontzettend graag. Ja, dit, als hij er nog was, dan was hij er sowieso nu bij geweest. Ja, het was volgens mij ook zo'n plan om echt mee te gaan deze editie, toch Tim? Ja, we hebben echt met elkaar wel afgesproken eigenlijk dat we dan hier nu met z'n allen zouden zijn. Maar ja, helaas mag dat niet zo zijn, maar kunnen wij wel met z'n allen de berg op. Ja, en met z'n allen er voor hem zijn. Jullie zijn met een grote groep, zeg maar. Team Hans wordt het volgens mij ook wel genoemd. Ja, je zegt helaas, maar er is natuurlijk ook wat aan vooraf gegaan. Want eigenlijk is dat wel een heel bizar verhaal. Want als ik het goed begrepen heb, is hij in september vorig jaar nog eigenlijk een soort van gezond verklaard. Voor zover je dat kan noemen. En dat hebben jullie volgens mij ook nog met elkaar een soort van gevierd, Lois. Ja, we zijn naar Leiden gegaan. Toen hebben we met z'n allen een bol gedronken op de boot. Dus, ja. Op het toen nog goede nieuws. Ja. Maar goed, nog geen maand later kwam er ander nieuws. Wat kwam er toen voor nieuws binnen? Ja, dat de tumor die hij 5 jaar geleden had, dat hij terug was gekomen in zijn hoofd. En dat ze er eigenlijk niks meer aan konden doen. En toen werd jullie gezegd, we kunnen niks aan doen. En er werd volgens mij zelf gezegd, je vader gaat waarschijnlijk de kerst niet halen. Ja. Terwijl je een maand daarvoor nog in Leiden proost op het leven en op het goede nieuws dat het goed gaat. Ja. Hoe bizar is dat? Peet, jij bent een van zijn vrienden. Ja. Je kent hem goed. Wat voor vriend was Hans? Ja, Hans vond ik altijd een hele enthousiaste man. En ja, hij was super positief. En zeker ook tijdens de ziekte had hij een verschrikkelijke doorzettingsvermogen. En dat vond ik bij Hans wel super. Bewonderenswaardig. Ja, serieus. Dat was echt top. Ja. En wat voor vader was Hans? Een hele liefhebbende vader. Gewoon, hij stond er altijd als je hem nodig had. Ja, zonder klagen. Je hoorde hem eigenlijk nooit. En ook in zijn ziekteperiode hebben we hem eigenlijk nooit horen klagen. Hij ging altijd nog wel meer met een soort zin. Hij hield altijd overal wel de zin in het leven. En dat kenmerkt hem ook wel. Hoe ziek hij ook was, hij bleef positief en hield de zin in het leven. Ja. En hoe reageerde hij dan op het nieuws in oktober dat het gewoon echt helemaal niet goed was? Ja, dubbel. Hij gelooft het soort niet echt. Want nogmaals, ging hij wel voor een optie. Weet je, bijvoorbeeld bestralen heeft hij uiteindelijk toch wel weer gedaan. Mm-hmm. Als in nog meer verlenging, dat hij toch nog langer bij ons kon zijn. Hij wilde er gewoon alles nog uithalen. Ja. Ja. Dus hij bleef ook toen nog positief? Ja, zelfs toen. Zeker. Ja. Maar goed, uiteindelijk, en dan kijk ik even jou aan Peter, want jij hebt in die periode ook veel met hem doorgebracht. Je bent ook veel naar zakenrelaties geweest. Ja. Uiteindelijk ging het toen best heel snel achteruit. Ja, dat ging zeker snel achteruit, want ik ben denk begin oktober, half oktober ben ik met Hans naar vaste relaties geweest waar hij nog graag zou willen komen. Dus ben ik eigenlijk elke vrijdag van de week ben ik met hem de ene keer 2 uur, de andere keer 4 uurtjes geweest. En dan probeerden we 2 of 3 relaties om een dag mee te nemen. En dat ging eigenlijk heel mooi. En dus een hele hechte band gekregen. En verschrikkelijke mooie verhalen meegemaakt. En de emoties die ook bij de relaties vrijkwamen toen ik daar met Hans binnenkwam. Ja. Wat is het mooiste verhaal wat jij altijd zou blijven koesteren? Ja. Dat is een moeilijke vraag, hè, besef ik. Ja, dat vind ik wel moeilijk. Ja. 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 Het zijn er misschien te veel zodat je niet kan kiezen. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. En welke herinnering neem je sowieso mee aan Hans? Ja, Hans was altijd, nou ja, wat ik zei, positief. En hij zegt, joh, we hebben echt wel veel gepraat in de auto altijd. Als we naar de klanten reden of naar de relaties. Ja, en dan kreeg ik toch wel mee van hem altijd positief blijven. En gewoon altijd opstaan, blijven opstaan en doorgaan. Zolang als het kan. Ja, zolang als het kan. Ja. En, jullie kregen de boodschap dat jullie vader waarschijnlijk de kerst niet zou halen. Jullie woonden volgens mij toen allemaal al, waren jullie uit huis. Wat doe je dan op zo'n moment? Je wereld staat even op zijn kop en ja, je gaat er gewoon met z'n allen aan werken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk bij elkaar zijn en ja, de dag zoveel mogelijk kunnen plukken. Mm-hmm. En ja, ik denk dat we dat wel met z'n allen echt ontzettend goed hebben gedaan. Ja. En ook voor papa daar ook echt super goed zijn geweest. En hoe hebben jullie dat aangepakt, Tim? Hoe zijn jullie er geweest?
Nou, we hebben gewoon, wat Romeo ook zegt, heel veel geprobeerd met elkaar te zijn. Mijn vader heeft ook aangegeven dat hij eigenlijk heel graag wilde dat we altijd wel met het gezin bij elkaar waren. Daar haalde hij ook zijn kracht uit. Dus we zijn ook allemaal, hebben we ongeveer een maand weer thuis gewoond. Het was weer een gezellige boel, eigenlijk een soort van in huis. En ja, gewoon met elkaar van alle momenten die we dan nog hadden wel genoten. Mooi, mooi. Jullie hebben eigenlijk besloten van we gaan gewoon weer tijdelijk thuis wonen. We willen zo dicht mogelijk bij ons vader zijn. En hoe herinner jij die maanden, die laatste maanden, zo bij elkaar in het ouderlijk huis? Ja, heel bijzonder, oprecht. Ja, ik denk dat ik nog nooit zulke bijzondere maanden heb, nou, een maand, weken heb gehad als toen. Je bent heel bewust, ben je dingen aan het doen met z'n allen. En dat is heel mooi. Ja. En welke moment pak jij daar uit? Wat ziet u zeggen? Nou, dat was zo mooi. Nou, sowieso het weekend dat we gingen droogvallen op het wat. Dat is denk ik mijn meest bijzondere weekend van mijn hele leven geweest, maar dat was echt gewoon super bijzonder. En waarom was dat zo bijzonder? Ja, sowieso heel het droogvallen op het wat is heel bijzonder, maar gewoon het moment en het, ja, waarom het, de reden was ook gewoon heel mooi en met al zijn vrienden, je was gewoon met een hele mooie groep en... Ja, heel intens. Ja, het was heel, intens niet? Zou ik niet per se, ja, gewoon mooi. Mooi. Het was heel bijzonder. Iedereen is gewoon lief en gezellig en ja. Zoals het hoort. Ja. Ja. En dan komt kerst eraan. Op het moment ervan gezegd, dat gaat hij waarschijnlijk niet halen. Dat heeft hij gelukkig wel gehaald. Hoe ga je dan met elkaar zo'n kerst in? Ja, ook heel dubbel, omdat je weet dat het de laatste keer is voor hem. Maar ja, ook, we waren dus allemaal in quarantaine, want we hadden allemaal corona. Dus dat meen je niet? Ja, dus we hebben het ook echt met onze eigen bubbel kunnen vieren eigenlijk. Dus eigenlijk was het een hele bijzondere kerst. Maar dat is best bijzonder. Ja. Je hebt allemaal hetzelfde met corona, dan moet je dus de deuren sluiten. En eigenlijk maakt dat misschien wel dat je gewoon echt met je eigen gezin kerst kan vieren. Dat had zo moeten zijn, denk ik. Ja. Ja. En geloof je erin? Ja. Mooi. En hoe kijk jij terug op die kerst, Tim? Ja, het is gewoon een hele bijzondere kerst. Je weet inderdaad dat het dan de laatste keer is dat je echt met het gezin helemaal compleet bent. Dat is natuurlijk heel raar om te beseffen, maar... Ja, anderzijds hebben we er gewoon een super mooie kerst van gemaakt en echt intens met elkaar genoten. En ja, alles gewoon, alles ook tegen elkaar kunnen zeggen en ja, echt gewoon genieten met elkaar. Hoe mooi is dat? Maar dat kan voorstellen dat het voor jou best lastig is geweest, Peet. Als dan het gezin in een bubbel gaat, in een periode dat het misschien wel de laatste weken van jouw vriend zijn. Hoe ben jij daar toen mee omgegaan? Nou, dat vond ik wel vrij lastig. Ik ben er wel regelmatig langs geweest. 1 januari ben ik nog langs geweest met mijn vriendin. Ik denk, daar gaan we toch nog een biertje doen of een bakkie. Toen zat hij daar ook. Toen zei Mara ook, ga maar weer naast je grote vriend zitten. En dat is wel bijgebleven. En toen hoorde ik natuurlijk 5 januari dat hij overleden was. Kwam wel binnen. Ja. Dus ja, dat was wel lastig de laatste paar weken, zeker. Dat kan ik me goed voorstellen. Ja, 5 januari is een gitzwarte dag en dan komt er een moment van afscheid nemen. Maar ik begreep dat jullie dat ook op een hele speciale manier hebben gedaan. Eigenlijk op een manier zoals dat echt hoorde bij jullie vader. Hoe was het afscheid? Ja, het was een hele... Er wordt zelfs gelachen. Nou, nu maak je, dat klinkt misschien gek, maar nu maak je me toch wel nieuwsgierig. Nou ja, de uitvaart zelf was echt gigantisch mooi. En er stond ook een erehaag van, denk 300 man voor de zaak van mijn vader. Ja. En dat was allemaal heel bijzonder en alles verliep helemaal zoals we het wilden. En daarna dachten we gaan nog even een kleine borrel proosten op het leven... En ja, toen werd het 11 uur en we hebben Polonaise gelopen ook. We hebben echt een feest gevierd. Polonaise op het afscheid van je vader? Ja. Maar wat zei die Polonaise, Tim? Nou ja, gewoon dat je met elkaar de dag moet plukken en er gewoon echt voor moet genieten. En dat hebben we gedaan. En hij had het niet anders gewild. Hij had ook alleen maar gewild dat we er dan maar weer een feestje maken. Het leven is een feest, dus, maar dan moet je wel... zelf ook creëren. Hoe mooi is dat, hè? Op een hele bijzondere manier afscheid nemen en gewoon dus echt zijn leven gevierd hebben. Ja. Eigenlijk zou het misschien altijd al zo moeten zijn. Het klinkt misschien gek, maar eigenlijk misschien wel. Ja, misschien wel. Dank voor het delen van jullie verhaal. Het is nog hartstikke vers, maar ik vind het ontzettend stoer dat jullie dat hebben gedaan. En ik wens jullie een hele mooie, bijzondere dag toe morgen. Het zal een dag worden met een lach en een traan. Maar vergeet vooral ook niet het leven te vieren zoals jullie vader en jouw vriend dat zo graag deed. Dank jullie wel. Peet, Lois, Tim en Romee. Dank je wel. En ondertussen staat Alfons ergens in de zaal en ik ben benieuwd, Alfons, waar jij bent beland. Ja, Rob, ik ben hier beland bij buurman en buurman. Ga eens even staan, jongens. Ga eens even staan. Want er is bij jullie iets heel geks aan de hand, geloof ik.
Wat is er in dat huis van jullie gebeurd? Er zijn er een paar bijen. Wat is er gebeurd? Er lagen allemaal hartjes en allemaal dingen lagen er in de room. Ik heb mijn klok ingediend. Waarom? Ja. Ja, me too. Ja, maar, jongen, me too. Ja. Jongens, me too bij Team Westland. Er zijn een paar meiden binnen geweest. Er zijn een paar meiden binnen. Hoe kan dat nou? Die deuren vlot. En jullie waren er niet? Nee. Heb je niet het idee dat je wat gemist hebt? Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Wil je zien wat je gemist hebt? Ja. Nou jongens, laat maar zien wat ze gemist hebben, buurman en buurman. Een beetje de piet erin. Ik doe mijn benen echt uit. Het is veel te warm. Ja, kom maar. Ja, of een beetje. Een beetje gneus. Ik lig wakker en stil te dromen, tot jullie weer naar huis gekomen. Hey, jammer dat je er niet was. Nee, dat hebben we gemist. En dat wordt vanavond lekker dromen, denk je? Ja, nou, droom rustig door, ga zitten. En er gebeuren meer gekke dingen vandaag, dames en heren. Want vandaag zijn we meegeweest met de wandelaars. Prachtig, mooie T-splitsing zat er in het parcours. En we hebben gepedeld. En hoe dat ging, dat ga je nu zien. Directie van het padeltoernooi. Ja. Demi. Hallo. Hoe kom je op het idee? Het is vandaag eigenlijk de rustdag. Dus wij dachten, nou dan gaan we toch maar even een sportieve uitdaging ervan maken vandaag. Nou ja, we hebben allemaal teams gemaakt van tweetallen. En dan degene die daar wint gaat weer tegen een andere winnaar. En een verliezer tegen verliezer. En zo gaat winnaar verliezer. En dan komt er straks een finale. Snap jij hem? Ja, alleen ze vergeet mij nog wel eens. Dat is niet waar. Ik heb het ook wel mee. Nou, dit is super. Als je kijkt naar hoeveel jongeren we hebben hier. Ja. Dat is prachtig. Zouden er meer moeten komen, hè? Ja, maar daar gaan we volgend jaar werk van maken. Komt ja? Goed. Zeker wel. We hebben nog genoeg jeugd in het Westland. Hey! Bedankt. Wauw. Bedankt. Waar kan ik lid worden? Ik zie hier een handvol met allemaal mooie zakjes. Wat is dat? Ja, Sarah, de schoonmoeder, die heeft avonden zitten knutselen en allemaal armbandjes gemaakt voor iedereen. Armbandjes gemaakt voor iedereen? Dus al die mannen, al die vrouwen? Die mannen, die zitten denk ik niet op te wachten, toch? Nee, die krijgen de warme sympathie. Ja, dat bedoel ik. Die krijgen een dikke kus. Daar hebben ze veel meer aan, toch? Die vrouwen die krijgen een armband en jullie krijgen een knuffel. Oh, ik denk van de polonaise lopen. Gisteren zijn we onderuit gegaan. Onderuit gegaan? Nou, eigenlijk over de kop, dus ja. Onderuit niet. Maar... En nou? Nou, nu lopen. Je gaat nou lopen? Ja, die berg gaan we op natuurlijk. Ja, ja. Ja. Dus joh. Moet je met die arm uit de long. Ja, joh, gaat best. En ik was gevallen en mijn vader zegt gelijk, samen uit, samen thuis. Dus gaan we samen lopen. Samen lopen, dat juist. Is gaaf. Je vader en zoon. Nou, ik denk dat we eventjes een andere weg nemen. En dat is deze, want hier staat afleveren. We moeten die kant op. En de groene route is een klein. Kom je in een pijl? Ik wil niet vervelend doen, maar is dit een poging tot staatsgreep? Nee, dit is een poging tot mensen in de goede richting te wijzen. Is dit een kwestie van ondermijnen van het wettelijk gezag? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Het is nodig. Ze kwamen uit de bossen zetten en ik weet het ook niet meer. Dus ik probeer nu het geheel in de goede richting te sturen. Jij probeert het te redden? Ja, eigenlijk wel. Dames en heren, even een vraag van de organisatie. Is er iemand van jullie die een zak broodkruimels bij zich heeft voor alle zekerheid? Denk je dat je nou op het juiste pad bent? Ja, nou komt het helemaal goed af. Ja, ben je tot één keer gekomen? Ja, het was even zoeken, maar nou ik ben er helemaal klaar voor. Nee.
Wat een mooie dag. Is iedereen weer compleet? Iedereen veilig teruggekomen? Volgens mij wel, hè? Ik zie geen ontbrekende mensen. Volgens mij is het goed gekomen. Morgen, 22 juni, een datum die al maandenlang bij iedere deelnemer in de agenda omcirkeld staat. De dag van de beklimming. Maar voor deze dames aan tafel is het sowieso een hele bijzondere dag. En mag ik met jou beginnen, Cindy? Waarom is het voor jou morgen zo'n bijzondere dag? Onze zoon Milo die had morgen 16 geworden. Morgen zou de verjaardag geweest zijn van je zoon? Ja, klopt. Hij is, en daar gaan we straks uitgebreid verder over praten, Hij is overleden toen hij 6 was. Ja, ja. En nu 10 jaar later, en dat moet het misschien zo zijn? Ja, dat denk ik wel. We gingen eigenlijk eerst voor corona mee. Nou, dat ging natuurlijk allemaal niet door. Dus dat is bijna 3 jaar geleden. Ja. En toen heb ik het uitgesteld. In oktober zag ik de camping niet zo zitten. Ik denk, ik ga in juni. En toen kwam ik er eigenlijk pas later achter dat het op zijn dag was. En wat dacht je toen? Ja, het moet zo zijn. Zo simpel is het dan, denk ik, wat je denkt. Ja. En als je zegt het moet zo zijn, dan maak ik het bruggetje naar je buurvrouw, Patricia. Want open en eerlijk, dit wisten we niet van elkaar. Maar ik vertelde jou vanmiddag een beetje het verhaal van Cindy. En toen zei je, maar voor mij is het morgen ook een hele bijzondere dag. En waarom is het voor jou morgen een bijzondere dag? Morgen wordt mijn dochter 16 jaar. Dat is toch niet te geloven? Ja. Dus jullie zijn op dezelfde dag bevallen. Ja. Ja. Jij mag morgen de verjaardag van je dochter vieren. En jij gaat het morgen op een hele andere manier herdenken op de Tourmalet. Ja. Ja, precies. Wat een bijzondere start van dit gesprek. Patricia, jij hebt een sterke motivatie om hier te zijn. Ja. Je bent een goede 5 jaar in een achtbaan beland van de ziekte kanker. Ja. Eigenlijk alles doorlopen. Chemo, bestralingen, operatie. En uiteindelijk blijkt de kanker uitgezaaid te zijn. Wat betekent dat op dit moment voor jou? Ja, dat iedere dag een feestje moet zijn. Ja, gewoon lekker je leven genieten en mooie dingen beleven. Ja. Is dat zoals je nu in het leven staat en probeert van iedere dag alles dag uit te halen? Ja, niet gelachen is een dag niet geleefd. Ja. Ja, absoluut. En dat maakt dat jij morgen die Tourmalet gaat beklimmen? Ja, nou, ik ga mijn best doen. Mijn knie wil niet, maar ik ga mijn best doen. Ja. Op wilskracht en misschien een beetje support ga je uiteindelijk naar boven komen, dat weet ik zeker. Ja. Cindy, jouw leven stond 14 jaar geleden volledig op z'n kop. Ja. Want toen kregen jullie slecht nieuws te horen. Ja. Jouw zoon Milo was 2 jaar. Ja, was 2 jaar. Klein, teer, broos. Ja. En toen kwamen jullie bij de arts. En wat vertelde de arts? Nee, dat weet ik nog heel goed. Hij had het over een ruimte-innemend proces in zijn hoofd. En ergens komt dat gewoon niet binnen. Toch niet. Hè, op de manier waarop de arts het dan natuurlijk bedoelt. Maar het zou mij ook niet binnenkomen. Ruimte-innemend proces. Nee, het was natuurlijk hele mooie woorden voor eigenlijk iets verschrikkelijks. Ja. En wat zegt je moedergevoel op dat moment? Ja, ik ging eigenlijk in een soort regelmodus. Er moesten dingen gebeuren. Hè, het werd natuurlijk snel duidelijk dat er iets zat in zijn hoofd wat daar niet moest zitten. Mm-hmm. En ja, je bent dan een beetje overgeleverd aan de artsen. Want je hebt geen idee. Nee. Dus dan wil je eigenlijk wel ook gelijk actie ondernemen. Dat moet weg. Ja, er bleek een tumor in zijn hoofd te zitten. Dus dan ga je in de actiestand. Ja. Maar dat doe je op een moment dat je natuurlijk een enorme slechte en emotionele boodschap binnenkrijgt. Ja. Ja, en toch lukt dat dan op een of andere manier, denk ik. Het gaat om je kind. Het is natuurlijk een mannetje van 2 jaar. Ja. Je gaat met klachten van hoofdpijn, misselijk. En op een gegeven moment kon hij niet meer recht lopen. Ga je naar de huisarts? Ja, dan verwacht je dit niet. Nee. Nee. Een kind wat ziek is, dat zoekt zijn ouders op. Die heeft dan hulp nodig, zeg maar. Maar hoe ga je om met een kind van 2 als je zelf weet hoe ernstig de situatie is, maar je eigenlijk dat ook niet goed uit kunt leggen aan je kind? Nou, ik moet zeggen, met 2 was hij nog wel heel klein, maar hij had het toch wel heel snel in de gaten. En het viel me op dat alle kinderen eigenlijk die tegenkomen in het ziekenhuis, dat die lijken wel een extra iets te hebben. Ze begrijpen echt wel meer dan je denkt. Ja. Ja, je vangt het op. Wij hadden samen hele goede gesprekken altijd in de auto toen hij wat ouder werd. Ja. Gingen we de dag doornemen van wat gaat er gebeuren in het ziekenhuis en hoe ga ik die prikken weer opvangen. En ja, dat deden we dan samen in de auto op de weg naar het ziekenhuis in Rotterdam. En dat ging heel goed. En dan ging hij echt ook naast me zitten. Mam, ik ga vandaag denk ik in de zendstand. En dan kwam hij daar in de behandelkamer en dan ging hij liggen. En die zei tegen de zuster, ik ga even in de zendstand. En toen keken de zusters mij ook aan van, is dit oké? Okay? Ik zeg, ja, hij heeft dit bedacht. Prikken maar. Hij wilde ook dat was toen hij 4, 5 jaar was? Ja, ja. Hij wilde geen zalf om het te verdoven. Hij ging het zo doen. Ja. Hij wilde het op zijn manier doen. Hij wilde het toen al op zijn manier doen. Heeft dat je geholpen?
Ja, hij was supersterk. Ja. Maar ik denk dat je dat wel ziet. En wat je eigenlijk hier ook alle dagen hoort. Dat alle mensen gewoon... Ja, niemand wil dood. En ik denk dat hij natuurlijk ook echt wel in de gaten had dat het niet goed was. Nee, ja. Hij voelde dat. Ja, hij voelde alsof er een soort oerkracht in je naar boven komt als je die boodschap krijgt. Ja. Heb jij dat ook zo gevoeld, Patricia? Dat er een soort oerkracht in je naar boven komt? Ja, ik weet niet. Het is gewoon... Er is geen keus. Je gaat er gewoon voor. Je moet... Ja, en het voelt ook niet als moeten, maar dat stap voor stap je doet het gewoon. Je laat het over je heen komen, je laat het helemaal los. Jij hebt ook kinderen, je bent moeder. Ja. Hoe vertel jij dan je kinderen dat het slecht nieuws is en dat je uiteindelijk niet meer beter gaat worden? De eerste keer was wel heel vervelend, omdat wij net een vriend verloren hadden aan kanker toen ik moest vertellen dat ik het had. Dat was wel heftig voor de kinderen. Ze zitten inmiddels al 5 jaar in deze... ik vind het voor hun heel erg ellende. Mm-hmm. Je vertelt dat je wel niet beter wordt, maar je hebt niet echt een tijdsbestek. Dus dat is de enige boodschap die ze weten. Maar je weet ook dat het momenteel rustig is en daar houden we ons gewoon aan vast. Ja. Ja. Binnen de hele slechte situatie is het op dit moment redelijk rustig. Ja. En dat geeft hoop, maar dat geeft ook tijd. Ja, zeker. Zeker ook voor onderzoeken. Als ik zie wat er gebeurd is op het gebied van bestraling in de anderhalf jaar tijd tussen mijn eerste kanker en de tweede keer dat het teruggevonden is. Wat daar al aan onderzoeken en wat daar mogelijk voor mogelijkheden waren, dat is echt heel bijzonder. En ja, daarvoor gaan we ook vandaag dat er mogelijkheid is dat er meer... Ja, zeg je ermee, omdat je al langere tijd ziek bent, dat je zelf ook heel duidelijk merkt dat er door alle onderzoeken die inmiddels geïnvesteerd zijn, dat het veel beter is, de kwaliteit van behandelen. Ja. Ik loop momenteel zelf in het AVL. En als je ziet hoe ver dat ziekenhuis met bepaalde... dat het prettiger is voor de patiënt qua prikken en dat soort dingen. Hoe ver hun eigenlijk al zijn vergeleken met andere ziekenhuizen. Dan gaat dat echt wel een goede kant op. Ja. Ze zeggen wel eens dat je een leven hebt voor kanker. En dat er een soort nieuw leven ontstaat op het moment dat je de ziekte kanker krijgt. Ja. Herken je dat? Is jouw leven ook echt dusdanig veranderd? Nee, je gaat niet heel veel dingen meer doen waar je echt geen zin in hebt. Wel merk ik, de behandelingen die doen nog wel heel veel. Dat loopt wel heel erg door in je leven, de energieverlies. Maar aan de andere kant krijg je, als ik vogels zie vliegen of een klein krekeltje, dan dat is intenser en daar word je gelukkig van gewoon. Ja, ja. Je gaat nog meer genieten van de hele kleine zeker, mooie dingen. Zeker, ja. Ze zeggen ook wel eens dat de ziekte zelf is natuurlijk fysiek een aanslag op je lijf. Ja. Maar ook mentaal is het heel erg zwaar. Ja. Hoe zwaar is het mentaal om die ziekte te hebben op de manier zoals jij hem hebt? Nou, als je in een malle molen zit, is het eigenlijk niet zo heel zwaar. Want dan ga je gewoon met de trein mee en dan... Maar daarna is het de onzekerheid van wat daarna volgt, of het terugkomt of niet. Of, ja, die is denk ik mentaal zwaar. Zolang je in dat ziekenhuis loopt, dan gebeurt er wat. Ja. En daarna is het van, oké, en nu? Ja. Dus in dat opzicht is de rust die je nu hebt misschien mentaal wel een hele grote uitdaging voor je. Ja, daarvoor wou ik ook wel heel graag hierheen, om daar echt fysiek... even last te hebben en dan mentaal ook een stukje los te kunnen laten bovenop de berg. Wat zeg je dat mooi. Ja. Je gaat jezelf fysiek uitdagen om mentaal een stuk rust te krijgen. Ja. Cindy, voor jou is het inmiddels al langer geleden. Ja. Hoe werkt dat dan met de pijn? Is het dan nog iedere dag verdrietig? Nee, gelukkig niet. Nee, gelukkig niet. Nee, ik spreek dus nu echt voor mezelf. Ja. En het verandert wel, het verdriet. Ja, het is er ook niet elke dag, en gelukkig maar. Zo heb ik er denk ik ook niet altijd ingestaan. En ik kan ook echt daadwerkelijk wel weer gewoon van heel veel dingen genieten. Ja. Maar je neemt hem natuurlijk altijd wel mee. En waar geniet je dan op dit moment het meest van? Nou, ik denk, weet je, wat jij ook al zegt, gewoon soms ook de simpele dingen. Maar ook het feit dat mijn zoon het eigenlijk hartstikke goed doet. En dat mijn dochter, we hebben nog een dochtertje daarna gekregen. Ja. En dat helpt ook. Ja. Dat helpt ook. Je gaat koesteren wat je wel hebt. Ja, weet je, het leven stopt niet. Zijn je kinderen hier in Frankrijk? Nee, nee. Die zijn thuis? Die zijn thuis, ja. Ik weet het. Ja. Oh, echt? Kijk eens. Oh, ja, natuurlijk. Ja, dat zat erin. Lieve mama, wij zijn allemaal super trots op jou. Heel veel succes morgen op de berg. En Milo en
zijn bij jou. Zet hem op. Ah. Oh. Nou. Wat mooi. En wat mooi ook die drie foto's. Ja, ja. Hoe mooi is dat? Ja. Ja. Hoe had Milo het gevonden als je hier nu had gezeten? Nou, ik zou je zeggen, ik denk dat hij het helemaal geweldig had gevonden. Ja. Het lijkt wel, sommige dingen moet je misschien ook zien. Maar ik zag nu inderdaad op Insta een foto van de keitjes vandaar voorbij komen. Ja. En daar stond hij ook weer gewoon bij. Ik denk, ja, het is misschien gewoon een teken. En het regent. Welke kei neem jij mee naar boven morgen? Ik neem een keitje mee met de tekst, lieve Milo, gefeliciteerd met je 16e verjaardag. Ongelooflijk mooi. Ja. Welke kei ga jij morgen naar boven dragen om jezelf fysiek uit te dagen, Patricia? Ik neem hem mee voor lieve Marianne. Zij is een juf bij mijn kinderen op school. En die heeft zo hard gestreden ook dit jaar. Nou, eindelijk is ze klaar met de behandelingen, maar zij heeft moed en vertrouwen winnen van angst. Schitterend. Ja. Weet je wat ik zo mooi vind? Dat je jezelf fysiek uit gaat dagen, maar dan toch zo sterk bent dat je een kei meeneemt voor iemand anders. Ja, maar dat is ook een kei. Zij is ook een kei. Ja, maar dan ben je wel heel groot als je dat doet, vind ik. Nou ja, anderen hebben het ook voor mij gedaan. Wel ontzettend mooi. Jazeker. Dames, ik zit hier eerlijk gezegd een beetje met kippenvel in jullie verhaal te luisteren. En ik wil toch proberen om het een klein beetje iets luchtiger af te sluiten. Uiteindelijk zijn er soms ook hele kleine dingen die je door het leven helpen en die ervoor zorgen dat je ook weer met een glimlach misschien naar het leven kijkt. En er zijn ook bepaalde manieren om iemand te herinneren. En ik heb me laten vertellen, Cindy, tot slot, dat jij het op een hele bijzondere manier doet. Iets met een broodje hamburger. Ja. Vertel. Ja, de laatste vakantie die we eigenlijk als gezin hebben gedaan, ging het met hem niet goed. Maar je gaat dan toch nog eigenlijk ook dat soort dingen doen. En het eten ging ook niet meer zo goed. En hij heeft er nog een broodje hamburger gegeten. Wat hapjes. Ja. En die houden er eigenlijk altijd in op zijn 16e verjaardag. En ik weet dat meerdere familieleden en vrienden dat doen. En dus een broodje hamburger. Dus ieder jaar op zijn verjaardag. Of zijn verjaardag wordt er een broodje hamburger gegeten. Dus wat? We hebben morgen een soort uitdaging. Ja. Of we dat hier voor elkaar krijgen. Ik denk dat het goed komt. Ja, gaat het ik lukken? Ik denk dat het top. Goed komt. Fantastisch. Ontzettend bedankt voor jullie al. Geef ze een groot applaus. Cindy en Patricia. En heel veel sterkte morgen. Dank. Ja, om werkelijk waar kippenvel van te krijgen. De uitzending wordt ook live uitgezonden op Facebook. En dat betekent dat jullie ook thuis jullie berichten achter kunnen laten. Misschien wel om een van de deelnemers succes te wensen of een mooie boodschap achter te laten voor Team Westland. Doe dat ook vooral. En er zijn ook hele mooie succeswensen binnengekomen. Kijk maar eens mee. Lieve tante Annie en Gonnie. Wij willen jullie heel veel succes wensen met de voorbereidingen. Aanstaande woensdag lopen wij in gedachten met jullie mee. De Tourmalet op. Lieve John en Ada. En natuurlijk de rest van Team Westland. Succes met het beklimmen van de berg. En we zijn super trots op jullie. Lieve papa en mam, wat zijn we trots op jullie. Na alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd, zijn jullie toch maar weer stil op die berg om te gaan beklimmen voor het goede doel. We wensen jullie heel veel succes en jullie kunnen het. Love you. Lieve Johan Room en familie, wij zijn ontzettend trots op jullie. Jullie zijn toppers! Kussen video's! Yeah. Hoi broer René. Heel veel succes woensdag op de Tourmalet. Samen met je vrouw en de buurtjes. Groeten vanaf de tuin bij Novastar. Doe je best, hé, mazzel. Wij, Jim, Petra, Els en Rick hebben Walter Burgering geholpen met zijn activiteiten om zoveel mogelijk geld op te halen voor de behandeling van kanker. Wij wensen jou woensdag 22 juni heel veel succes met het beklimmen van de berg de Tourmalet. Believe in yourself. Yay! Hoi lieve schat, we wensen jou en natuurlijk de rest super veel succes deze week. En we zien elkaar snel. Doei doei! Hallo schat, wij weten zeker als je de berg op gaat. Ja, ik weet zeker ga je de berg op gaat. Opa, tante Tessa, Marion en de rest die de Tourmalet gaat beklimmen. Veel succes! Alle deelnemers, vrijwilligers en natuurlijk het mediateam van Team Westland. Ik wil jullie allemaal heel veel succes en vooral plezier wensen morgen op de Tourmalet. Maak er een hele bijzondere en mooie dag van morgen. En vier bovenop die berg natuurlijk één groot feest. Tom Huis, gas erop morgen die berg op. Jordi Beukers, schiet dat camerarolletje van me lekker vol. En houd het cameraatje van me vooral heel, gooi hem niet de berg af. Maar dat komt helemaal goed. Geniet ervan en een mooie dag gewenst. De groeten. Yvonne en Patrick,
Morgen gaan jullie de Tourmalet beklimmen. Ik wens jullie alle sterkte. Ik vind het super stoer van jullie. En nog gefeliciteerd met jullie 25-jarige huwelijk. Groetjes, doei. Jeetje, ken je wat harder trappen, joh. Nou dames, dit is al mijn derde keer omhoog. Wat? Ik doe mijn best hoor. Nee, hoeveel procent is deze berg al niet? Weet ik, let bij trainen hoeveel procent deze fles is. Opschieten dames, met doorfietsen. Als wij de top halen, kunnen jullie het ook. Wij wensen jullie heel veel succes. Hey! Wat een creativiteit in het Westland. Fantastisch. Allemaal mooie succeswensen voor de deelnemers hier in de zaal. Ja, en we hebben ook nog een leuke reactie binnengekregen vanuit Nederland. Van Klaas van Eijk Bandenservice. Die kijkt naar de uitzending en die vindt het fantastisch. En die heeft gezegd, weet je wat we doen? Wij gaan van iedere gemonteerde band gaan wij 2 euro doneren. Dat doet hij een maand lang. En dat betekent dat er 986 euro naar Team Westland gaat. Gewoon vanuit Nederland even hoppa erbij. Dankjewel Klaas van Eijk. Chapeau. 2 nieuwe gasten hier aan tafel en daarmee wil ik heel graag vooruitblikken naar die o zo belangrijke dag van morgen, de beklimming van de Tourmalet. Brian Nederpel en Chris Hans van der Hout. Brian, om met jou te beginnen. Ja. Jij bent de zoon van René. Ja, en daardoor automatisch denk ik misschien wel geboren met bijna een monument in je hand. Want dat is een belangrijk ding op de beklimming van de dag zelf. 1,5 kilometer voor de finish, daar leggen mensen allemaal mooie keien. We hebben het net ook gezien bij Patricia en Cindy. En jij hebt ook een hele grote rol gehad in het maken van die keien. Wat heb je gedaan? Nou, eigenlijk om mee te beginnen sturen wij eigenlijk een formulier naar de mensen die hier naartoe gaan. Die vullen dan in wat ze op de kei willen of dat ze helemaal niks willen. En wat ze dan op de kei willen, plakken wij op een folie. Die folie plakken wij dan op de kei. Pulken we met de messie de te verdiepe delen eruit. Ja. Dus gewoon de letters eigenlijk. Het is echt handwerk. Hoeveel van die keien hebben jullie gemaakt? Rond de 160. 160. Ja. En dan zie je, ik heb er net ook 2 gezien, hele mooie bijzondere teksten voorbij komen. Is er in al die kei die voorbij zien komen teksten van je zegt van zo, toen ik die las, werd ik even heel stil. Ja, welke niet eigenlijk. Ja. Het is natuurlijk allemaal een verhaal achter. Het heeft allemaal met ziekte te maken. Het valt allemaal wel zwaar. Ja. En merk je dat dan ook als je ermee bezig bent, dat je denkt, jeetje. Ja, tuurlijk, je leest de tekst toch al een paar keer door. Ja. Dus dan komt het toch alweer omhoog. Morgen ga je zelf ook voor de eerste keer mee als deelnemer. Ja. Hoe kijk je uit naar morgen? Wat verwacht je? Een hele zware dag. Ja? Waar zie je het meest tegenop? De berg. Nou, maar dat gaat wel goed komen. Ja, dat, als je net zulke lange benen hebt als je vader, dan ben je zo. Ja, dan ben ik in een paar tellen daar. Dan ben je een paar tellen daar. Ik ga even naar de buurman, Chris Hans van der Hout. Al jarenlang een van de trouwe vrijwilligers van Team Westland. Chris, waarom zet jij je zo in voor Team Westland? Waar komt die motivatie voor jou vandaan? Nou ja, dat komt uiteindelijk ook om. Dat speelt natuurlijk in het Westland natuurlijk al heel lang, zeg maar. Dus dat hij natuurlijk al een heel poosje op touw zit. En uiteindelijk lonk je dan natuurlijk ook voor, joh, wat is dat precies? Dat is natuurlijk al jaren geleden, maar dus dat je daar toch op zoek naar bent, zeg maar. Om uiteindelijk natuurlijk te doneren en in ieder geval mee te helpen, zeg maar. Aan in ieder geval onderzoek of wat dan ook. Nou ja, naar dat goede doel. Je wilde iets goeds doen? Ja, juist. En uiteindelijk rolde er op een of andere moment rolde daar gewoon in, zeg maar. Ja. En, ja, maar je bent er goed in gerold en je doet al jarenlang heel veel werk. Ja. En eigenlijk sta je vandaag wat mij betreft een beetje symbool voor alle vrijwilligers die er zijn. Maar misschien is dat wel goed om even te benoemen, want het is een enorme operatie. Ja. De dag van morgen, sowieso de hele week, maar morgen is echt een grote operatie. En het is natuurlijk zo dat er heel veel dingen lijken dan vanzelfsprekend op zo'n dag, voor iedereen die deelneemt. Kun jij een paar kleine dingen noemen waarvan je zegt van ja, maar dat is helemaal niet vanzelfsprekend, want daar wordt echt veel werk voor verzet. Nou, toevallig zag ik vanwege ook iemand zelf zeggen van joh, ik kwam eigenlijk totaal geen notie van wat jullie hier allemaal natuurlijk doen. Nou, dat begint natuurlijk in Nederland, zeg maar, die voorbereiding, want wij hebben natuurlijk ook gewoon intern ook daarvoor al vergaderingen om uiteindelijk ook dingetjes door te nemen, zeg maar, van hoe of wat. Nou, we staan met 4 auto's voor de... Ja, auto's, dat zijn 4 trailers, hè? 4 vrachtwagens. Ja, ja, klopt. En nou ja, dan weten we uiteindelijk ook van ons eigen programma, dit gaat er bij die en dat gaat er bij die en dat gaat bij die. Ja. Dus dat wordt allemaal gefine-tuned zijn van hoe. Maar laat het even heel concreet maken, want morgen gaan er denk ik zo'n 200-300 vlaggen gaan de top van de berg. Er gaat een monument naar de berg, er staan overal toiletten, ja. Er staan overal posten waar allerlei dingen te halen zijn. En als je daar langs rijdt en langs fietsen, dan denk je, oh, dat is goed geregeld. Maar eigenlijk besef je dan misschien niet altijd dat dat er alleen maar kan komen doordat vrijwilligers morgenochtend ontzettend vroeg hun wekker zetten. Nog vroeger dan iedereen hier in de zaal, ja, om dat gewoon neer te zetten. Dat klopt. Want hoe laat gaat jouw wekker morgenochtend? Morgen geloof ik 4 uur, 4:15. 4 uur? Ja, zoiets. Nou, dan draaien de meeste mensen zich denk ik nog 1,5 keer om, want het is vroeg ontbijten voor iedereen morgen. Maar jullie zijn dan al in taal om dat voor elkaar te krijgen. Nou ja, we zijn natuurlijk vanavond ook al de hele dag in de weer geweest. Ja. Vanaf vanochtend natuurlijk al, en daarvoor natuurlijk alle dingen verdeeld.
Dan heb je gesprekken met elkaar zeggen, waar moet dit, waar moet dit, waar moet dat. Ja. En nou ja, dat gaat dat hele dag door. Smiddags nog even een briefing met elkaar. Dan zitten we z'n allen bij elkaar om alles nog een keer door te nemen. En dan knallen. En dan moet het zo zijn en dan gaan we op, gaan vroeg weg met z'n allen. Ja. En dat wordt uiteindelijk ook systematisch, want tot aan de top toe wordt alles gewoon neergezet. Dus als de deelnemers weggaan, dan is alles gewoon alles van tevoren weer, al geregeld. Fantastisch. Nou, Brian, morgen extra goed opletten als je de berg op gaat. Hoe laat gaat jou werken morgenochtend? Hetzelfde. Ik ga bij jou met het monument te berg zetten. Dat is mooi. Dus je bent een soort van duo-rol van vrijwilliger en deelnemer morgen. Ja, eigenlijk wel. Heren, ik wens jullie allebei morgen een fantastische dag. Ik ga jullie zeker tegenkomen en fijn dat jullie bij mij aan tafel willen schuiven. Brian Nederpel en Chris Hans van der Hout. Ja, en dat brengt mij bij het moment van bezinning, van reflectie. Met andere woorden, het moment om even op een relaxte manier terug te kijken op deze dag en misschien ook wel mooi vooruit te kijken naar de grote dag van morgen. Het is tijd voor de column van Alfons de Wit. De spanning stijgt, want morgen is het dan eindelijk zover. Maanden van voorbereidingen, wervingsacties en trainingsritten komen tot een climax in de tocht naar de top van de Col du Tourmalet. Het wordt niet zomaar een tocht en het zijn ook niet zomaar wielrenners en wandelaars die tegen die Pyreneeënpuist opklimmen. Stuk voor stuk zijn het mensen die de pijn hebben gevoeld van de onzekerheid. Als je partner, familielid of vriend te horen heeft gekregen dat kanker bezit heeft genomen van zijn of haar leven. Stuk voor stuk zijn het mensen die heen en weer geslingerd zijn tussen hoop en vrees. Die hebben gevloekt en gebeden. Mensen die uit het diepst van hun hart hebben gehoopt dat het allemaal goed zou komen. Mensen die bevestigd zijn in die hoop, maar ook velen die teleurgesteld werden. Samen gaan ze de Tourmalet op. Met een stuk natuursteen met daarop een pakkende, ontroerende tekst. Een kilometer onder de top leggen ze, vaak diep verdrietig, met die kei alle frustraties, angst, pijn en onzekerheid af. Op de laatste kilometer naar de top, waar het lijkt dat je loodrecht de hemel in fietst, worden ze nog één keer op de proef gesteld. En als ze eenmaal, verwelkomd door Peet Rodenburg, de meet zijn gepasseerd, breekt een geweldig feest los. Een carnaval van mensen met een barst in hun lach. Wat een mooie woorden. Met deze woorden gaan we ons opmaken voor de grote dag van morgen. En morgenavond om 9 uur zijn wij hier weer. En dan kunt u zien wat alle deelnemers morgen hebben gepresteerd. Want ze gaan echt een topprestatie leveren. Wij gaan eruit met Spuiten Loppenman. Heel graag tot morgen 9 uur. En vanaf deze plaats jullie allemaal heel veel succes. Dames en heren, Spruit en Loppenman. En graag tot morgen. Rustdag voor de grote klim. Maar wat houdt een rustdag voor vrijwilligers in? Vroeg uit de veren, eitjes klaar voor het ontbijt. Pleisters voor het team dat de paprika snijdt. Vlaggen verplaatst en bananen verdeeld. En onderschat niet wat nog allemaal moet. Het zijn Westlanders, alles komt goed. Fotografen, chauffeurs mogen vroeg in de weer. En die dixies die lopen niet zelf op en neer. De banden gepompt en de keien gedeeld. Dat is wat op zo'n rustdag dus allemaal speelt. Jullie prestatie kan enkel geklaard. Door de vrijwilligers helpende hand. Dus sta op en laat je keihard horen voor het team achter Team Westland. Als je ontvalt, moet je door blijven gaan. Met je schoenen vol moed zal jij aan de top staan. En dat uitzicht van vandaag verlicht het uitzicht op morgen. Dus ga.
Als de kracht je ontvalt, moet je door blijven gaan met je schoenen vol moed. Zal jij aan de top staan en dat uitzicht van vandaag verlicht het uitzicht op morgen. Dus ga.